Goedemorgen en welkom bij DocWalk. Vandaag zijn we in Scheveningen bij de Volvo Ocean Race en gaan we praten met Jordan en Laura. Kom met ons mee. Goedemorgen. Goedemorgen, daar hebben we zelfhelden. Elisa. Laura. Elisa. Jordan. Zo, hoe gaat het met jullie nu? Ja, op zich wel goed. Lekker aan het bijkomen geweest in Den Haag. Wel gek huis hier. Erg naar zin gehad, dus stopover zover. Morgen vertrekken we weer, dus de spanning bouwt weer op. En jij? Ja, ontzettend leuk om vrienden en familie hier te zien en alle support hier op de kant. Toen we aankwamen, alle boten, alle mensen. Ja, het is wel echt iets om trots op te zijn. Maar het zijn drukke dagen, maar we zijn wel vol aan het genieten. Ja, absoluut. En ik hoorde dat jouw moeder is vanuit Curaçao hierheen gevlogen. Ja, klopt. Hoe was dat? Ja, heel bijzonder om haar hier op de kade te zien staan. Überhaupt, ook gewoon familie. Mijn vader die is ook weer aangekomen uit Curaçao, dus... Ja, het is eigenlijk best wel gek om iedereen hier te hebben tegelijk. Dat komt bijna nooit voor mij, dus leuk. En heb je dan ook een beetje tijd deze week om ze echt bij te kletsen of valt het toch een beetje tegenstikken? Nou, ik denk dan dat ik heel veel tijd heb vrijgemaakt, dan moet je heel even aan mijn moeder vragen. Maar uiteindelijk, ja, het is wel leuk om haar hier en daar even te zien, even te lunchen en zeker. Elkaar wel. Ja. En jij, je ouders, zijn ze ook aanwezig? Ja, ouders en een paar hele goede vriendinnen en... Ja, het was wel een leuke verrassing. Van sommigen had ik het verwacht en van sommigen niet. En je probeert gewoon hier en daar met lunch. En 's ochtends net ben ik nog even langs gegaan. En dan zijn er weer vrienden op bezoek. En dan even je hoofd laten zien. En dan zeg je ook van ja, we moeten weer door naar het volgende. Maar ontzettend leuk om iedereen hier te zien. Ja, geeft het ook weer extra motivatie om gewoon weer lekker door te gaan? Het geeft vooral heel veel energie. Want alle dagen dat je hier iedereen ziet, dan loop ik, nou Jordan ook, we lopen echt met een big smile rond. En de mensen geven ons heel veel energie. Maar bijvoorbeeld gisterochtend had ik even een ochtendje dat ik het wat rustiger had. En dan merk je toch wel dat je heel erg moe bent. En dat je ook wel echt moet gaan focussen op de start zo meteen en op de importrace die we hebben. Dus je realiseert je wel dat alle rust die je kan pakken, moet je ook wel pakken en eventjes even op jezelf focussen. Ja. Ja, en hoe ziet zo'n week eruit? Heb je echt tijd om een beetje uit te slapen, een beetje bij te komen? Nou, redelijk. Onze ochtendschema's die zijn ook wel vol. Maar eigenlijk kijken we ook wel een beetje uit naar de start ook weer, want dan kunnen we eigenlijk weer helemaal in het ritme komen waar we op getraind zijn. Want eigenlijk vooraf waren we helemaal niet getraind op alle publiciteit die we hier zouden ontvangen, dus heel vet om het mee te maken wel. En is er nog tijd voor een beetje feesten tussendoor, stiekem? Nou, we hebben prijsceremonie gehad, zondag of weet niet, maandag, ja, dagen gaan heel snel. dat was leuk op de strandtent, vooral wel de focus bij zo'n korte stopover ben je wel gelijk gefocust op de volgende etappe. Dus weather briefings, de teammeetings, die gaan gewoon door. Ja, en ik denk ook in deze periode dat we hier zijn, zijn we in Nederland en we hebben heel veel Nederlandse sponsoren. Dus daar hebben we ook heel veel tijd voor vrij moeten maken. En voor hun is het ook belangrijk dat het een feestje is, dus... als we bij hun zijn, dan maken we er hartstikke mooie tijd van. Maar we moeten wel ook een beetje aan onszelf denken. Ja. En kijken jullie uit naar het einde of ook een beetje tegenop als het er eenmaal op zit? Nou ja, het is wel voor ons drie etappes. Daar kijk, als je dan gaat finishen in Genua, dan denk je, je kijkt enigszins wel uit om daar de finish over te varen. Maar dat het dan allemaal over is en dat je weer 4 jaar moet wachten. Ja, dat is wel pijnlijk, maar er zijn nog heel veel mogelijkheden die aankomen binnenkort. Dus genoeg te doen. Ja. Ja, ik denk super tof dat we deze 3 etappes kunnen doen. Een half jaar geleden was het helemaal gecanceld. En Jordan, ik, Rutger en Jelmer varen al 4 jaar samen op deze boot. We hebben heel veel opgebouwd met elkaar en het is toch heel cool dat we dat nu kunnen laten zien waar we nu staan. En, de ervaring die we nu opgedaan hebben, wat we nu kunnen laten zien tijdens de race, dat kunnen we alleen maar met ons meenemen. En the future is bright, dus we gaan zien wat er op ons pad komt. Ja, absoluut. Ja, heel goed. En zijn er al een paar akkefietjes gebeurd in de tussentijd, dat jullie onderweg zijn? Nou ja, in principe als team heb je altijd wel iets waar je, maar eigenlijk zijn wij super trots. Als je terugkijkt naar die laatste etappe die we hebben gevaren, dan weet je gewoon dat je echt trots bent op het team en wat we allemaal hebben neergezet. Met een relatief jong team. Echt een heel jong team eigenlijk. Was het een leeftijd? Dat is een goede vraag. Dat was een vraag tijdens de quiz. Maar volgens mij was het 29. Ja. Ja, 29. Onder 30. Ja, in ieder geval sowieso onder de 30. Ik ben zelf 25, jij bent ook jong. Dus we zijn super trots op het team. Oké, goed zo. En wat is het nu de leukste plek waar jullie zijn geweest? Den Haag natuurlijk. Ja, toch wel hè? Nee, je kan ook Curaçao zeggen. We zijn met de boot op echt heel veel unieke plekken geweest. En ik denk elke plek waar we zijn,
is het weer een ervaring die erbij komt. Ik bedoel, het zeilen is echt fantastisch en voor het racen doen we het. Maar ja, soms zit het ook wel eens tegen of gaat het niet helemaal volgens plan. Of heb je een training waarvan je denkt, ja, misschien zaten we er toch niet allemaal lekker in vandaag. Ja. Maar ja, dan sta je weer hier op de kant of noem maar een stad. En dan ga je even de stad in en dan bouw je ook alleen maar memories. En dat neem je ook met elkaar mee. En dat maakt ons ook een team met elkaar, met alles wat we naast het zeilen ook meemaken. En dat is wel echt heel tof. En wat zou je dan doen nu in de vrije tijd die jullie zou hebben? Ja, nu hier is er heel weinig. Maar hier gaat het vooral echt naar heel veel vrienden en familie toe. Ja. Alle momentjes die je hebt. Maar als we in een grote stad zijn, dan vind ik het altijd leuk om wat culturele dingetjes te doen. Ja, en even een klein toertje door de stad te maken. Dan vraag ik altijd wie haakt er aan. En dan zijn er meestal een paar die wel er zin in hebben. En dezelfde die altijd zeggen, nou even niet. Ik blijf wel lekker in het appartement. Maar zo doet ook iedereen wat hem of haar goed doet. En eigen ding. Ja, sommige die nemen even lekker rust in het appartement of het hotel. En de ander die gaan een rondje lopen, ja. Ja, en een beetje cliché vraag, maar waarom zijn jullie mee gaan doen met de Volvo Ocean Race? Ja, nou, de Ocean Race is eigenlijk sinds hele jonge leeftijd al een doel geweest. Ik heb eigenlijk alles in het kader van de Ocean Race gedaan. Dat is echt een studie. Ik ben naar Nederland verhuisd echt om meer kennis op te doen in de Ocean Race. Dus echt al een obsessie geweest sinds jongs af aan. Het vrienden van binnen helemaal, dat klopte bij jou. Ja, ik denk dat het bij mij gegroeid is. Ik heb leren zeilen in Rotterdam, de Kralingse Plas. En elke keer een stapje erbij, een wedstrijdje regionaal. Dan het volgende seizoen, het hele seizoen varen. Dan wat wordt het volgende doen? Dus telkens doelen gezet eigenlijk van hoe kan ik weer wat beter worden? En toen was het belofte team, Nederlands team. Van jeugdklasse naar Olympische klasse. En op een gegeven moment kwam het grote botenvaren, het offshore varen, in het plaatje. En dat was een hele nieuwe wereld die eigenlijk voor mij openging. Tuurlijk kende ik de Ocean Race wel, maar ik was zo gefocust op mijn pad wat ik toen met de laser radiaal aan het doen was bijvoorbeeld. Dat er een hele nieuwe wereld voor me openging. En eerst is het van ik leer de boot kennen en met het team goed samenwerken en offshore leren varen. Ik bedoel, dat is heel anders dan als je 's avonds weer thuis bent. Je leeft daar met elkaar en je moet het met elkaar allemaal regelen. Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik van wat wordt het doel binnen het offshore zeilen? En dat werd toch wel snel de Ocean Race. Ik weet heel goed dat 5, 6 jaar geleden hadden we voor het eerst een Transatlantic gedaan. Daar zaten we ook allebei aan boord en race naar de overkant. En toen had ik voor mezelf gezegd, als ik dit vet vind, ja, dan ga ik 120% voor de Ocean Race. En toen de tijd was ook de regel gekomen dat er verplicht 3 dames mee moesten. En 3 of 4 onder 30. En toen dacht ik van ja, nu de regels zo zijn en ik sta hier, ga ik er alles aan doen om met deze boot aan de start te komen. En eigenlijk, ik denk dat we daarin een beetje met de 4 Nederlanders waarmee we zo lang al varen, best wel dezelfde mindset hebben gehad. Want we hebben gewoon alles eraan gedaan om niet alleen een betere zeiler te worden, maar ook betere skills te leren, secondary skills. We zijn veel met het onderhoud bezig geweest, met de refits. Dus als er iets op zee moet gebeuren, moeten we het gewoon met elkaar gaan fixen. En zo heeft iedereen zijn specialiteit aan boord. En dat is heel cool om te zien waar we nu staan. Dus de droom is gegroeid, maar is er wel altijd geweest. Ja, toch wel. En is er nog echt een, heb je nog echt een droom voor ogen? Of is het eigenlijk al uitgekomen nu? Ja, nou, er zijn heel veel doelen nog in het leven, maar voor mij is eigenlijk de Ocean Race is eigenlijk een middel geweest om uiteindelijk misschien wat moois neer te zetten op het eiland. Ik heb een stichting opgericht op het eiland voor watersport, voor de jeugd, zo toegankelijk mogelijk te maken. Dus dat zijn allemaal dingen die als nog groter doel heb voor mij dan. Dus zodoende. Oké, Laura? Ja? Het doel was natuurlijk om volledig rond de wereld te gaan. Ja. En dat hebben we nu niet gedaan. Wel hele mooie momenten die we nu kunnen meemaken. Maar het voelt nog niet helemaal satisfying. Dus we zijn er klaar voor om de wereld rond te gaan. Dus dat knaagt nog. En er zijn genoeg andere zeiluitdagingen die ook op de horizon staan. Dus het is ook deels wat komt op je pad en waar pas je bij. Welk team pas je bij? Wat voor type zeilen pas je bij? Want er zijn zoveel verschillende takken binnen het zeilen. Kijk alleen al naar de Imoca aan de 65. Het zijn gewoon 2 hele verschillende manieren van varen. Ja. En daar moet je je op focussen en daar moet je je in specialiseren uiteindelijk. En er zijn genoeg uitdagingen die in het verschiet liggen. En straks is het voorbij. Wat ga je daarna doen?
Maar gaat er weer gestudeerd worden? Wordt er echt gewerkt? Nou, zo. Nou, ik ga in ieder geval eerst op vakantie. Nee. Het leven is een vakantie voor mij, dus daar niet van. Maar we gaan. Er komt nog een vastnet aan, er komt nog heel veel verschillende andere dingen aan in de Middellandse Zee. Dus we gaan blijven zeilen. Gewoon lekker blijven zeilen. Ja, zoveel mogelijk. En eigenlijk nog meer, want steeds meer mensen beginnen aan je te trekken nu. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, de Ocean Race en de Volvo 560 had voor ons de lead in de afgelopen jaren om op te blijven focussen. Okay. Om heel veel uren in te stoppen, maar naast dit team varen we ook veel met andere teams. Dus daarin gaan we door en komen er nieuwe dingen bij. En daar gaan we nog mee door. Ja. Nou, super. Ik wens je nog heel veel succes. En, ja, dankjewel. Bedankt. Ja, graag gedaan. Thanks. Top. Oké. Okay. Yes.